CLO-voorzitter Ronald Hooghart heeft in een tête-à-tête met president Chandrika Prasad Santokhi de vorige week dinsdag enkele ambtenaren-issues besproken. Hij heeft zijn misnoegen geuit over de abrupt stopgezette uitbetaling van de 25% loonsverhoging. Deze verhoging werd sinds juli vorig jaar met terugwerkende kracht uitbetaald. In dat gesprek, daar heb ik duidelijk naar de president toe aangegeven dat de man kort des mamoni ingaande juli 2020 en we zijn nu 8 maanden verder wat kwart voedingsmassalaris moppen. En terwijl ik kwart moppen, alles aan de Comoro dieren. Brandstof, Alezi groente. De Haitianen zijn groente, a groente op Chimbunko, padran brandenskracht. Tanga vorig jaar het heeft me tank mijn auto naar 300 golu. Nu te tank 800 golu. Dat betekent een prijzenslag, vooral voor de minder draagkrachtigen. Hooghart zegt dat ook de Raad van Vakcentrales in Suriname, waar de CLO onder valt, gisteravond een gesprek heeft gehad met het staatshoofd. De aangesloten bonden hebben duidelijk gemaakt wat hun eis is. Is de netti, mitega president, dat Miwani a TWK plak na salaris, dat mi ko overeen aan jou. Dat mi ko overeen ook toen aan de vorige regering. Nanga imjim 25%. Alal is met tij mit akuna money. Maar dat ko deal. Ik ben bereid te dealen. Want het is onze regering. Heb ik kort de man nekje, heb je weer nog grotere problemen. En dat was CLO-voorzitter Ronald Hooghart. De vakbondsleider zegt dat de president beloofd heeft deze zaak in orde te zullen maken. Er is echter niet concreet gezegd wanneer dat zal gebeuren.